This picture is a picture of my mother Jo, my grandmother Grada, and Tante Leen, Raymond's mother, in front of the old house as we know it from my youth. The house was under monument care in 1970, but that seemed to be a mistake, because they meant to put a house in the beginning of the street on that monument list, and therefore there was no money to rebuild the house. And on the other side, my grandmother couldn't renovate because she wasn't allowed to change anything on the house, and therefore it ended up in this desolated state, where the thatched roof was leaking, and on the left side, that we call that the back door, you can still see the scar of the part that used to have been on the house in the old days, the L-shaped part of the house. And the inside of the house looked a bit like this. This is the main bedroom. The kitchen, it was LPG, natural gas, LPG, yeah. In bottle, came in bottle, bottle yeah. Gas. And the loo, toilet, no electricity, no yeah. Only in 1959 it got electricity and running water, and there was just one small tap running water in the, we called it the dale that was a part of the farm where they kept the cows and the goat and the chicken. And in 1977 Jan started to rebuild the house, our father, and he took quite some years for that. But at first they rebuilt the roof, renewed it, and then they started to build up the walls again, and after that it ended up like this, and it's slightly the form where most people know the house. And during winter it looks like this. The inside, this is the kitchen of the house. The door leads to the bathroom. This is the living room. It was a quite a nice, cozy place. The old oil lamp is on the roof, still hanging there, and it was turned to a electro light. The fireplace. And after that, Lisbeth and Ruud bought the house, and Ruud started to rebuild it from 2002 to 2004. This is during the renovation. He built it in the L shape again, and the L shape it has nowadays. You see all the photo pictures, you see the well pretty well in the middle of, of every picture. Mm-hmm. The back of the house and the house from the street side. That's it. Thank you. Ik ben Jacqueline Hoeks, geboren Jacqueline Hoeks, maar tegenwoordig heet ik Jackie Pretty. Ik ben getrouwd met Grant Pretty uit Zuid-Afrika. Heb ik 24 jaar gewoond. En nu woon ik in Australië. En ja, dus heet ik nu Jackie Pretty. Aangenaam. Wat is hier vandaag gaande?
Nou, ik sta hier voor het huis, voor het stamhuis van Van Zummeres. Dat is een familie van Zummeren. Die hadden vroeger de scheldnaam Zeldzaam. Dus het huis van Zeldzaam, daar stond mij nou. En mijn overgrootvader die had die gekocht in 1896. En toen, er zijn 5 overlevende kinderen zijn er, hier geboren. En het zijn de afstammelingen van die 5 kinderen die hier vandaag zijn. Maar er is best wel een interessante gebeurtenis. Want 2 van die 5 kinderen die zijn naar Zuid-Afrika geëmigreerd. 1 daarvan is naar Engeland geëmigreerd. 1 woont er in Turaand en 1 is er hier gebleven. En ik ben dus een nakomeling van die 1 die hier gebleven is. En ons mam was de dochter van Gerarda van Zummeren die hier gebleven is. En die was altijd heel erg geïnteresseerd in familiegeschiedenis. En ook de geschiedenis van het huis heeft ze onderzocht. En toen ze dan op sterven lag, toen vroeg ze aan mij, kun je hier mee doorgaan? Met de stamboom, met de geschiedenis en al die dingen. Dus toen heb ik ja gezegd. Ik was er eigenlijk niet in geïnteresseerd. Maar goed, een paar jaar geleden ben ik ermee begonnen. En heb ik de stamboom van de familie van Zummeren uitgezocht. En een jaar of 3 geleden kwam ik ineens op het idee van, waar zit er nog over zijn van die familie in Zuid-Afrika? Zijn er nog van Zummeres wonen? Dus toen heb ik op Facebook ben ik gaan zoeken naar Van Zummeres. En heb ik een heel nest Van Zummeres gevonden. Ben ermee in contact geweest. En we hebben een nieuwsbrief uitgewisseld. En Facebookpagina begonnen. En toen op een gegeven moment kwam iemand op het idee, kunnen wij elkaar een keer ontmoeten? Dus dat ging ook op Facebook. En toen, ja, dat kan wel. Wij zijn volgend jaar zijn wij toch in Bergen. Kom maar langs. En toen anderen dat hoorden, toen zeiden ze, oh, maar dan wil ik ook komen. En dan wil ik ook komen. En uiteindelijk zijn er hier 40 mensen vandaag uit alle delen van de wereld. Zijn ze hier bij elkaar gekomen voor de Van Zummeren reunie. Ook hoeveel generaties zijn hier vandaag bij elkaar? Alles bij elkaar hebben we 5. Ja, er zijn, de jongste die hier is 8 maanden en de oudste is 87. En zijn van 5 verschillende generaties. En waar komen die mensen allemaal vandaan die hier vandaag zijn? Nou, er zijn er die het verste komen. Mijn broer en ik komen dus uit Australië. En hebben er 2 uit Kaapstad, Zuid-Afrika. Een familie uit Oost-Londen, Zuid-Afrika. Er is er 1 uit Nashville, Tennessee, uit Amerika. Er zijn er een stuk of 6 uit Engeland. En dan uit verschillende delen van Nederland. Dus, en een paar uit Bergen. Hoe bijzonder is het dat jullie hier vandaag allemaal bij elkaar zijn op deze reunie? Nou, dat is nogal bijzonder, want tot 3 jaar geleden waren er veel van die mensen die nog niet, ze wisten wel van het bestaan van elkaar, maar ze kenden elkaar helemaal niet, want die zijn al 3 generaties geleden vertrokken uit Berchem, uit Nederland. En die kenden elkaar helemaal niet, hebben vandaag hier elkaar ontmoet. En het was zelfs zo leuk. Er zijn er een verschillende in Hotel Berchem, logeren ze. En die zaten vanmorgen aan het ontbijt, aan 2 tafels, kenden elkaar niet. En toen ze hier kwamen, ze, hey, ben ik ook familie? Dus die hadden elkaar al in Hotel Berchem ontmoet, maar ze wisten niet dat ze bij elkaar hoorden. Dus die kwamen uit verschillende delen van de wereld. En als ze dan hier allemaal bij elkaar zitten, wat voor gevoel levert dat dan bij jou op? Nou, het is, we hebben al een paar keer dat we mensen gehad hebben die heel emotioneel zijn geworden. Want er is er 1, ik zei dus, die Knillers van Zummeren, de originele van Zummeren, die had 5 kinderen.
En één daarvan was Tinus. En een dochter van Tinus is hier vandaag. Die is 87 en die is vanuit Kaapstad voor deze gelegenheid hier naartoe gekomen. Dus er is een kleindochter van de originele Knillis. En is er ook nog een andere kleindochter, die is 85 en die komt uit Zutphen. Dus die is dus in Nederland gebleven. Maar ja, en die kunnen zich nog herinneren dat ze hier vroeger geweest zijn als kinderen. En die het nou dan pas voor de eerste keer weer zien. En ja, dat wordt wel emotioneel. En ja, om elkaar te ontmoeten. We hebben toch het idee dat we elkaar kennen van Facebook en van brieven en e-mails. Maar om nu elkaar te zien, nou, dat is wel apart hoor. Dat is apart. Ja, het is zeldzaam, vinden wij. Dat was dus vroeger de scheldnaam. Maar daar hebben wij besloten, daar maken wij iets positiefs van. En wij hebben de positieve betekenis van het woord zeldzaam, dat is nou, daar zijn wij. Wij zijn de familie Zeldzaam. My name is Alison Whitaker and I live in Tennessee right now, Nashville. My grandmother is actually, she lived in Best and her father was I guess the eldest child that grew up in this house, and I'm just amazed at just the people that's come here. I moved to Nashville 20 years ago and I would never have imagined I had so much family all across the world, and it basically started here, so it's just amazing. How is it for you to be here? Well, just meeting family that I never even knew I had is just fascinating. And we just saw a presentation of all the people and the history. And it's a dream come true. It really is. And it's beautiful. I love this area. So I've always loved the country, and I think I know why now, because it's just perfect. So it started here and you live in America now. Can you explain how you got in America and how it ended for your part of the family in Berchem? Yes, sure thing. So I moved to America 20 years ago. I work in IT and got a really good job in the US. So I worked there, liked it, wanted to stay. For my grandmother, she met my grandfather, who was Welsh. I was actually born in Wales, and they met during the Second World War. And she couldn't speak a word of English, he couldn't speak a word of Dutch, and they fell in love, got married, and they started a family in Wales, and had four children. And I'm the child of one of the four children, so. It's a pretty amazing story. And now you're here. And now I'm here, exactly, yeah. So I didn't even know, like I said, I didn't even know this existed until my second cousin, Jackie, started a Facebook page, and we all got together. And one day, one of my second cousins visited my mother back in Wales, and they started talking about, you know, we should all get together. That was last year. And here we are, so it's just amazing. It's very special, yes, absolutely. This is something I will never forget for the rest of my life, and I will absolutely be back. My name is Ray Frampton. My mother was Lena van Zimmeren, who was born here, and she met my father during the war, towards the end of the war, and then she came to England to marry my father. And where do you live now? I live in Leicester, in the centre of England. I was born in Newcastle, where my father came from, and then after I left university, I moved to Leicester. And which generation are you, considering the house? Well, my mother was born here from the Van Zimmeren family, so
I don't know. I suppose I'm the grandson of Cornelis van Zimmeren, who I'm named after. My name is actually Raymond Cornelis Brampton. And how did you get here today? How did you get the invitation? Well, I only got the invitation about 3 weeks ago. Really? Yes. It seems that no one knew where I lived. So, unfortunately, I didn't even have a passport at the time. Really? Yes, I let my passport expire, and fortunately, I was able to get one within a week, and so I made the arrangements to come. It seemed an opportunity I could not miss. And how is it for you to be here with all these people? Well, it's a very unusual situation, and I find it very fascinating. I think the family, Jackie and the brothers and sisters, have done a fantastic job in pulling together all this information. So I now know about strands of the family which I didn't even know existed, like a family in Wales, for example. Planning on coming back to the Netherlands? How do you find it here? Well, I do come here on business occasionally, and I have come to see the house on one or two occasions since I was last here to see the family, which was in 1962 or 1963. I would like to come back again. Ja, ik ben Jim Hoeks. Ik ben 52, nee, ik ben van 58, dus ik ben er 58, denk ik. En ik ben in Bergen geboren en getogen. En het huis hier, het Van Zummerenhuis, is het huis van mijn oma, Grada van Zummeren. Waar mijn moeder geboren is en mijn broer en zusters zijn er geboren. Ik en het niet meer, want wij zijn naar de Nossenweg verhuisd. Of ze zijn naar de Nossenweg verhuisd, voor Deker was. Maar ik heb er natuurlijk wat binding mee, want ik heb hier ook 3 jaar gewoond nog. Ja. En waar woon je nu? Ik woon nu in Australië, in Melbourne. Dus ik kom stikken aan de weg nu. Hoe ben je daar terechtgekomen? Ik ben in 1985 voor een studie. Ik heb een beurs gehad een jaar in Australië te gaan studeren. En ja, dat werd 3 jaar. En toen heb ik mijn vriendin daar ontmoet. Toen ben ik getrouwd. En uiteindelijk ben ik nog wel terug geweest een paar jaar. Maar uiteindelijk in Australië blijven plakken dan. Hoe speciaal is het, de reunie vandaag hier? Die maak ik nooit meer mee. En ik denk niemand meer, want er zijn hier mensen die zijn in de 80. Het is een godswonder dat ons act die allemaal bij elkaar heeft gekregen voor deze dag. Want er zijn er die kenden elkaar niet. Er zijn volle neven en nichten. En die zijn hier aan elkaar voorgesteld. Oh, maar dan ben je... Ja. En dan ben ik in familie van de die en de die. En dan hebben ze op de familie, op de stamboom nomen te kijken van... Oh ja, zo horen jullie bij elkaar. Dus dat maakt er nooit meer mee. En van heinde en verre zijn ze gekomen. Ja, inderdaad. Ja, ik ben dan verder van dan iedereen. Ik ben van het wijdste weggekomen. Maar ongelooflijk dat er mensen dus speciaal voor deze dag uit Zuid-Afrika zijn komen overvliegen. En uit Amerika en uit Engeland en ja, uit Australië dan. Het is iets bijzonders hoor. Daar maken we niet meer mee. Hoe is het voor jou om nu weer terug te zijn hier in Berchem? Hoe lang is dat geleden? Ik kom hier nog wel eens, maar dit is de eerste keer dat ik weer hier ben dat ik niet voor een begrafenis hoef te komen. Toch wel een dikke 10 jaar. En dat is voor mij, het is echt wel thuiskomen hoor. Ik heb het in Australië geweldig naar mijn zin, maar hier zo'n dag in het ouderlijk huis en dan met al die familie eromheen en al die verhalen en... Dat is een band die krijg je niet meer weg. Dat is ongelooflijk apart. En om dan hier even weer in Dort te gaan zitten, waar ik ook als kleine jongen gespeeld heb en zo. Om door nog eens een keer met al die familie te gaan zitten en bed te kaarten. Alweer, dat is een unieke gebeurtenis. Je hebt ook op een andere manier denk ik een speciale band met Berchem, want jij hebt ook geschreven, heb ik vernomen. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Want daar kunnen mensen jou wellicht van kennen. Kennen ze me misschien wel van. Ik ben lid van het schrijverscollectief Bergen door het Lint.
Dat is destijds begonnen omdat ons mam Jo Hoeks, die ook hier in de huis geboren is, die heeft een woordenboek samengesteld. Of die is begonnen met het verzamelen van Bergse woorden en uitdrukkingen. En toen ze in 1997 gestorven is, toen heeft hij een tijdje de verhaal op de bank gelegen. En toen is het vervolgens, hebben ons Theo en ik en nog een paar andere gasten, zijn ermee begonnen om dat verhaal dus samen te stellen en om het allemaal op orde te brengen en uit te breiden. En er is een boek van gekomen, dat heet Hanna is het eer te verg. En dat is dus het Bergs woordenboek geworden. En sinds dat dat boek uit is gekomen, hebben wij nog een paar boeken uitgebracht. En dat gaat allemaal over bergen, over het erfgoed en over wat er dus speciaals is. De taal, maar ook de buurt, de mensen. En daar hebben wij veel schik in. En dat doet me veel plezier. Dus bijzonder om hier terug te zijn en bijzonder om al deze mensen vandaag hier samen te zien. Ja, het is een hoogtepunt. Hè. Ik ben er dus ook met veel plezier voor gekomen, de Alling Aand vanuit Australië. Want dat maakt in Australië niet mee, wat ik hier zie. Dat is een keer in uw leven, als je geluk hebt. Ja. Ja, wel, ik ben Francis van Zummeren, ten Veldhuis. Ja, ik ben een dochter van Martinus van Zummeren, die hier geboren is. Ik woon op het ogenblik in Zuid-Afrika, in Kaapstad. Daar woon ik al voor de afgelopen 68 jaar. En hoe bent u daar terechtgekomen in Zuid-Afrika? Ja, mijn vader die is geïmmigreerd in 1937. Want dat was een depressie in Nederland. Dat was geen werk. En toen zegt hij, dan ga ik naar Zuid-Afrika. Toen is mijn vader in 1937 naar Zuid-Afrika vertrokken. Om daar een huis voor ons op te bouwen. Maar mijn moeder en 7 kinderen, en mijn moeder was in verwachting, die bleven achter. Maar ja, om in een vreemd land een huis op te bouwen, een land wat je niet kent, dat is heel moeilijk. En dat gaat ook niet heel vlug. In elk geval, mijn vader heeft geld, werk gevonden en verblijfplek. En natuurlijk beginnen sparen. Maar in tussentijd brak de oorlog uit. Ja, wel, toen was het afgelopen. Toen konden wij niet naar Zuid-Afrika en mijn vader kon niet terug. Zo, we hebben voor 10 jaar eigenlijk alleen gewoond. Mijn moeder woonde hier met ons 8 kinderen alleen. En mijn vader in Zuid-Afrika. Ik denk in die tijd gedurende die oorlog hebben we 2 keer van mijn vader gehoord via de Rode Kruis. Met 25 woordjes. Maar ja, we waren blij dat het goed ging. En mijn vader zei, hij hoorde wel ooit op de radio dat er gebombardeerd was. Ja, dat voelde hij wel, want dit is waar mijn vrouw en kinderen wonen. Hoe vindt u het om hier te zijn? Want hoe bent u hier nou terechtgekomen? Hebben ze u uitgenodigd of hoe is dat gegaan? Ja, ik hoorde natuurlijk van die reunie van de Van Zummeren familie. Ja, ik moet ook komen, want ik ben de oudste die er eigenlijk nog leeft. Nou, ik zou het wel graag willen, maar toch werd ik een beetje zenuwachtig. Want ik denk, ja, ik ken de mensen eigenlijk niet. En ik wist echt niet wat ik moest doen. En 's nachts dan wou ik wel gaan, dan pakte ik al mijn koffertje in. Maar overdag dan had ik er toch weer bezwaring tegen. En alles werkte tegen me in. We konden niemand krijgen om naar de hond te kijken, want de hond moest verzorgd worden. Ik kon geen verzekering krijgen, want ik ben over de leeftijd. Ja, en aan de andere hand hebben we toch allemaal een order gekregen. En op het laatste nibbeltje heb ik toch besloten om naar Nederland te komen. En ik ben zo blij om de familie te ontmoeten hebben. Ja, want ik vind dat absoluut fantastisch. Want ik heb sommigen van 20 jaar niet gezien. Langer. En een hele hoop familie die ik nooit gezien heb. Nooit gekend heb. Nooit van gehoord heb. Ik wist niet dat er eens waren. Want ik heb heel weinig contact gehad met mijn Nederland. Toen ik was een jong meisje. Je krijgt anderen. Je ontmoet vrienden. Ik dacht eigenlijk niet meer aan Nederland. Ik dacht eigenlijk niet meer aan Nederland. Hoe vindt u het nu om hier te zijn, om al deze mensen nu bij elkaar te zien? Hoe speciaal is dat voor u?
Dat is absoluut fantastisch. Voor mij is het alsof ik in een droomwereld leef. Absoluut lijkt het voor mij. Ik kan het mij niet indenken dat ik hier ben. Ik vind het absoluut fijn. Ik zou het voor geen geld willen ruilen. Absoluut voor geen geld willen ruilen. Wel, ik vind het baie mooi om hier te wezen. Om die familie te zien en te leren kennen. En ik vind natuurlijk Brabant en Holland lekker.